Hoi, deze week de uitdaging om authentiek te zijn. Nou, authentiek, dat is een begrip wat we regelmatig horen, maar wat het nou voor jou of voor mij betekent, dat kan totaal verschillend zijn. En het is heel leuk om daar eens een aantal dagen bewust van te zijn en mee te oefenen. Nou, ik weet uit ervaring dat authentiek zijn niet altijd even makkelijk is. Toen ik bijvoorbeeld startte met het opbouwen van mijn bedrijf, toen was ik heel gevoelig voor wat anderen zeiden dat zou werken om mijn bedrijf succesvol te laten zijn. Nou, ik heb heel veel dingen uitgeprobeerd en telkens kwam ik er toch weer achter van, dat is het niet helemaal, dat past niet helemaal bij mij. En dan is het de kunst om uit te vogelen, wat is dan wel mijn manier? Wat is wel de manier die voor mij werkt en die mij succesvol kan maken? Nou, dat is voor jou deze week dan ook de uitdaging, als je dat wil. Ga eens bij jezelf na wanneer jij dingen doet of ze echt dicht bij jezelf liggen. En of dat nou in je praktijkvoering is, in het opzetten van je bedrijf of in je coaching, dat maakt niet uit. Want als je het op het ene vlak doet, kan je het op het andere vlak ook vaak makkelijker. Nou, hoe je dat kunt doen is om eens bij jezelf na te gaan. En dat hoeft niet altijd in de situatie direct. Maar het kan ook daarna zijn dat je bij jezelf even checkt van wat was wat ik deed en hoe heb ik dat ervaren? Was dat heel dicht bij mezelf of was er toch een bepaalde blokkade die mij tegenhield? Bijvoorbeeld, pas hoorde ik nog een coach zeggen van ja, dan zit ik helemaal in vuur en vlam in mijn coaching en dan komt er een vraag opgepopt en dan kap ik hem af met mijn gedachten. Ga ik hem vervolgens niet stellen, ga ik een vraag stellen die volgens mij dan beter zou passen. Maar als ik naderhand terugkijk, dan weet ik eigenlijk, ik had die vraag wel moeten stellen. Nou, dat is zo'n voorbeeld van hoe kun je authentiek zijn, leren om te zijn, want ja, soms moet je daar nog even oefenen. Dus voor deze week de uitnodiging, ga eens kijken voor jezelf, wat doe ik nu? Of dat nou in je dagelijkse leven is, gewoon in je gezin of in je bedrijf of in je werk. Maakt niet uit. Ga eens voor jezelf checken. Wanneer ben ik nou authentiek? Wanneer ben ik echt 100% mezelf? Heel veel plezier!